Welkom bij deze aflevering van Madelon Praat. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag praten we natuurlijk weer over het laatste macro-economisch nieuws. En we gaan deze week dieper in op het feit dat Europa de grootste unwind ondergaat van de afgelopen 10 jaar van gratis geld. Of eigenlijk zelfs gemakkelijk geld. Zo zou de amount of de-stress en dislocation of the spectrum zijn, is wat er wordt gesteld door een private equity firm. En dat gaat onder andere over de impact van de grote debt unwind als het gaat over de leningen, over obligaties, over de huizenmarkt, over de aandelenmarkt. Je kan het zo gek niet bedenken of alles zit in elkaar verstrengeld. Daar gaan we vandaag dieper op in. En allereerst wil ik je natuurlijk eventjes het volgende vragen, want zoals je hier kan zien, is nog niet iedereen geabonneerd op mijn kanaal, namelijk 63,4% wel, maar 36,6% niet. Wil je je graag abonneren om op de hoogte te blijven van het nieuwe format wat er aan gaat komen? Het duurt nog eventjes, maar dan gaat er zeker wat tofs uit de hoge hoed komen. Zorg dan dat je je abonneert door hieronder op de grote rode abonneerknop te drukken. En vergeet ook niet om alvast het duimpje omhoog te doen. Daarnaast denk je nu misschien, wat heb je aan? Ik zit hier in mijn thuis kloffie. Dat komt omdat ik niet zo fit ben. Ik ga kijken hoe lang ik hem vandaag volhoud. Want ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om geen Madelon Praat voor je op te nemen deze week. Ik lees immers het nieuws toch. Maar wellicht is deze Madelon Praat wat korter. En het kan zijn dat mensen daar misschien ook wel weer heel erg blij mee zijn. Misschien zit je nu voor de tv. Nee, wat jammer. Ik ga mijn best doen om hem zo goed mogelijk uit te zingen. Ik heb de beste golden nuggets eruit gepakt en daar gaan we vandaag dieper op in. Ja, we beginnen met nieuws vanuit het Financieel Dagblad. Want de eurozone ontsnapt mogelijk wellicht nipt aan een recessie. Althans, als wij het onderzoeksbureau S&P mogen geloven. De economen daar die stellen dat ze bewijs zien dat een recessie mogelijk aan de eurozone zal voorbijgaan. En dat baseren ze op de in hun ogen belangrijkste graadmeter voor de groei van de economie. En dat is de inkoopmanagers index. En de afgelopen periode is er veel gekeken naar de inkoopmanagers index. Deze stond namelijk in december nog op 49,3. Terwijl deze voor afgelopen maand op 49,8 ingeschat zou zijn. En nu wordt er gesteld dat deze in de maand januari nog wel eens op boven de 50 uit zou kunnen komen. Zelfs 50,2. En die opteller S&P dus, die meldt dat het aantal uitstaande orders, dus de orders die ingeschoten worden bij de orderbedrijven of bij de leveranciers, vanuit de vraag die ontstaan is vanuit de consument, die aantal uitstaande orders die daalt minder hard dan voorheen. Dus tot voor kort was het zo dat er minder orders richting de leveranciers gingen, of richting de producent gingen, moet ik eigenlijk zelf zeggen. En dat kwam dus doordat de inkoopmanagers wisten dat de consument minder vraag zou hebben naar die producten. Dus je kan je indenken, hoe minder vraag er is, hoe minder goed dat cijfer een beeld geeft, of hoe minder goed het beeld is wat dat cijfer aangeeft. En nu zien we hier dus terug dat in ieder geval het aantal uitstaande orders minder hard daalt. Dus er is nog steeds een daling. Net als de inflatie is minder hard toegenomen, dan is er nog steeds inflatie. Dus je begrijpt wat ik bedoel. En daarnaast zien we dat de stijging van de inkoopprijzen afzwakt. We hadden de hele lange tijd te maken met een hoge inflatie, wat natuurlijk ook weer een drukkende werking heeft op de economie, op het consumentenvertrouwen, op of de consument nog meer producten zal gaan aanschaffen. En vervolgens zag je dus dat er minder vraag ontstond en dat vervolgens dus ook, dat zien we dus nu ook terug, dat die stijging in inkoopprijzen aan het afzwakken is. Of zelfs afvlakken is, zoals hier staat. Maar er wordt ook een beetje een vertekend beeld gecreëerd. Want wat er hier dus wordt gesteld is, wij kijken enkel en alleen hiernaar. We zien de vraag blijft dalen, maar minder snel. Dus we hadden tot voor kort verwacht, er komt een diepe recessie aan. Maar misschien lijkt het nu toch wel mee te vallen. De peiling doet vermoeden dat we in oktober het dieptepunt bereikt hebben, stelt hij.
En er is minder zorgen over bijvoorbeeld de energie, et cetera, et cetera. De winter is voorbij. Nou, je kan het zo gek niet verzinnen of dat wordt als argument aangehaald. Maar vervolgens zegt diezelfde onderzoeker eveneens het volgende. De peiling geeft vooral een stagnatie van de eurozone aan. Eigenlijk precies dezelfde conclusie die wij ook hadden. Er is nog steeds minder vraag naar producten. We zien nog steeds dat de prijzen enigszins stijgen. Een krimp moet dan ook niet uitgesloten worden nu de financieringskosten stijgen. De financieringskosten voor bedrijven stijgen heel hard. En afgelopen periode zijn er heel veel nieuwe leningen aangegaan. Met het oog op het in stand houden van enorm veel bedrijvigheid. Maar, zegt deze meneer, de nieuwe cijfers zijn wel goed nieuws. In die zin dat de krimp minder stevig wordt dan gevreesd. En dat een recessie misschien helemaal kan worden voorkomen. Maar ja, dan krijg je weer een dilemma. Want als een recessie voorkomen wordt, dan wordt er niet gecreëerd wat de Europese Centrale Bank eigenlijk poogt te doen. Die wil namelijk een recessie om ervoor te zorgen dat de prijzen minder hard stijgen, omdat zij eigenlijk de vraag gaan remmen. En als die vraag dus niet voldoende remt, betekent dat de rente nog verder omhoog moet. En dat zorgt vroeg of laat voor knellingen. We zien tegelijkertijd ook dat we afgelopen jaar vaker hebben gehoord vanuit de Nederlandse politiek, maar ook vanuit de Nederlandse Centrale Bank, dat bedrijven er redelijk goed voor stonden. Winstmarges waren nog groot, werd er gesteld op basis van natuurlijk gedateerde data. Maar wie de verrekijker opzette, kon toen al vermoeden dat die stijgende prijzen voor grondstoffen, dus voor productie en tegelijkertijd voor lonen, dat er daarna ook nog geopperd werd voor een loonstijging tussen de 5-7%. De persoon die die verrekijker opzette en daar doorheen keek, die kon al aanzien komen. Die winstmarges van bedrijven, die gaan flinterdun zijn op het moment dat zij die prijzen niet kunnen laten meestijgen of compleet kunnen laten meestijgen. En wat werd er afgelopen periode nou gepubliceerd? Stevige winstdaling verwacht bij jaarcijfers van grote bedrijven. En dit is dus terug in de tijd. Want die jaarcijfers die worden eigenlijk opgesteld, soms halfjaarlijks, soms jaarlijks. Je hebt de halfjaarcijfers en de jaarcijfers, maar met terugwerkende kracht dus halfjaarlijks, jaarlijks. Dat gaat dus over een half jaar of een jaar geleden, dat moet ik eigenlijk zeggen. En dat houdt dus in dat je op basis van de data die je nu hebt eigenlijk terug in de tijd kijkt. Dus Klaas Knot baseerde zich op reeds oudere data. Maar eigenlijk moet een centraalbankier in mijn optiek ook vooruit kunnen kijken naar wat er mogelijk te wachten staat. En wat we dus nu zien is dat de koersen van de aandelen de laatste maanden weer enigszins opgelopen zijn, hè, in Nederland. Maar de meeste bedrijven zullen naar verwachting lagere jaarwinsten gaan melden. De milde winter kan voor een positieve verrassing zorgen, is wat er wordt gesteld. Er zijn namelijk nauwelijks winstwaarschuwingen naar buiten gekomen. De gemiddelde winst over 2022 bij de grootste Nederlandse bedrijven zal naar verwachting, ondanks dat, 19% gaan dalen. En voor dit jaar wordt slechts een geringe stijging voorzien van 2,6%. Er wordt dus wel gesteld, als we terugkijken naar de winsten van afgelopen jaar, met terugwerkende kracht, zien we een enorme daling in de winsten. Maar als we vooruitkijken, is de verwachting mogelijk dat er weer enigszins een stijging aankomt. Dat is natuurlijk lastig in te schatten. Maar voor beleggers zijn die winstwaarschuwingen niet heel erg lekker. Ondanks dat beleggers altijd ruim vooruitkijken. En zoals we eerder bespraken, is er natuurlijk een interessante situatie gaande op de financiële markt. Als het gaat over de uitspraken van centraalbankiers. En tegelijkertijd wat de markt daarmee doet. Dus een centraalbankier zegt, wij gaan de rente tot 5% verhogen. Maar de markt zegt, ja, maar hoela, aan het eind van dit jaar staat hij gewoon weer op 4,5 of op 4 bij wijze van spreken. Dus daar zit enigszins een speling in. Een trekkend veld zit daartussen, waarbij er vanuit de markt toch een beetje gekscherend gekeken wordt naar de uitspraken van de centrale bank. En je kan op basis van deze data eigenlijk heel goed begrijpen waarom de aandelenprijzen van een menig bedrijf toch even kortstondig naar beneden gegaan zijn, mee neerwaarts gelopen zijn. Dat had dus alles te maken met die negatieve winsten van afgelopen jaar. Er is dus nu een verwachting dat aankomend jaar er weer een positieve winst uitkomt. Dus 2,6% ten opzichte van een daling van 19%. Dus dat is nog steeds slechter dan
het jaar voor 2022, dus 2021. Maar dit zegt dus voldoende over in wat voor situatie we ons nu bevinden. Eigenlijk een hele onduidelijke, niet heldere situatie. Maar wat we wel weten is dat de economische vooruitgang, de voorspoed die we de afgelopen tientallen jaren, of eigenlijk 10 jaar met gratis geld of goedkoop geld gezien hebben, dat die voorspoed de komende periode echt wel verdwenen is. De Nederlandse Bank die zegt onder andere dat zij een afwaardering van private bedrijven verwacht. Dus naast de beursgenoteerde bedrijven zullen ook de private bedrijven onder druk komen te staan. Ze zullen dus de komende tijd verder dalen, wordt gesteld door econoom Chris Oudshoorn van de Nederlandse Centrale Bank. En hij trekt deze conclusie op basis van een vergelijking tussen beursgenoteerde en niet beursgenoteerde bedrijven, maar veelal in de Amerikaanse techsector. Zo zijn jonge beursfondsen sinds begin 2022 de helft van hun waarde kwijtgeraakt. Terwijl de waardedaling in vergelijking met private bedrijven slechts 15% bedroeg. En hij zegt hier eigenlijk, die private bedrijven, die moeten nog veel harder omlaag. En dat komt onder andere omdat daar veel minder transacties plaatsvinden. Ja, we hebben de huizenmarkt wel eens vaker als voorbeeld genomen hierin en het aantal transacties wat daarop plaatsvinden. Het is heel lastig om een prijs te bepalen als er geen markt is. Dat heeft te maken met het feit dat als we kijken naar de beursgenoteerde bedrijven, dat daar constant transacties plaatsvinden en dat je daardoor heel duidelijk de marktprijs kan bepalen op basis van de maker en de taker en wat daartussen zit, de spread die daartussen zit. En op basis daarvan kan die marktprijs dus bepaald worden. En tegelijkertijd hebben we ook te maken aan de andere kant met die private bedrijven waar eigenlijk geen transacties plaatsvinden of relatief onregelmatige transacties, als er al transacties plaatsvinden. Dus aandelen worden verkocht of gekocht. Maar ook dan vinden die verkopen vaak plaats met subjectieve waarderingsmethoden. Dus op basis hiervan wordt er gesteld, de aandelen hebben al een tik gehad en daar hobbelen straks de particuliere bedrijven, of de private bedrijven moet ik eigenlijk zeggen, die hobbelen daar achteraan en daar komt dus ook een afwaardering in. Nou, dat is een heel erg interessante conclusie. Op basis hiervan zullen de ondernemers denken, hoe zit dat eigenlijk bij mij? En je kan je dus indenken dat dit als geheel natuurlijk de gehele economie niet ten goede komt. En daarnaast schreef Martin Visser, econoom bij De Telegraaf, afgelopen week over het feit dat bedrijven er nog een probleem bij krijgen. De economische crisis die roept stevast vragen op over of en hoeveel mensen hun baan gaan verliezen. En ondanks dat het onderzoeksbureau S&P reeds op basis van 1 cijfer nog vrij positief is, wat ze vervolgens ook weer een beetje onderuit halen, wordt er toch gevreesd voor een mogelijke recessie en dus ook reorganisaties. Maar er werd eveneens gekeken naar de klap van de crisis van 2008 door Martin Visser. En hij zei, de economie kreeg toen een enorme klap en kreeg een krimp van 4% voor de kiezen. Maar de werkloosheid die begon pas jaren later op te lopen. Pas in 2013, 2014 zaten meer dan 750.000 Nederlanders zonder baan. En dat is wel een hele interessante conclusie, want op basis van economisch zwaar weer zie je eigenlijk gelijk als eerste dat dat ontstaat in op de aandelenmarkt. Want er is een spanningsveld in de aandelenmarkt die voelt het als eerste. Daar breekt paniek. Buy, buy, buy. Sell, sell, sell. Komt dat vervolgens en iedereen gaat in de paniekmodus. En als het bijna alweer rustig is op de aandelenmarkt, zie je vervolgens dat de onderliggende bedrijven daar wat mee gaan doen. Die gaan eens een keer bezuinigen, die nemen eens een keer een lening, die krijgen misschien een keer een probleem met dat ze het niet af kunnen betalen en pas vervolgens gaan zij werknemers ontslaan. En waarom doen ze dat? Doordat de arbeidsmarkt zo krap is, hebben veel bedrijven ontzettend veel geïnvesteerd de afgelopen periode in het vinden van de juiste werknemers. En die laat je niet zomaar eventjes weer gaan. Dus het is heel lastig om nu gelijk te gaan krimpen, bijvoorbeeld als je merkt dat je bedrijf hierin toch enigszins in zwaar weer begint te raken. Want die werknemers zorgen uiteindelijk er ook weer voor dat er enigszins cashflow uit je bedrijf komt. Dus dat is een heel lastig spanningsveld.
Maar uiterst interessant. En dit loopt dus als laatste achter dit hele probleem aan. Dus waar het begint en vervolgens loopt dat door de gehele economie heen. En eigenlijk is pas dus de ondernemer en vervolgens dus de werknemer de dupe. En daarna krijg je dus het feit dat deze werknemers hun huis moeten gaan verkopen. Dan komt daar vervolgens een klap. En dan pas krijg je dat de bank daar ook weer problemen van ondervindt. En nu kun je ook wel indenken waarom het tussen 2007 eigenlijk, hè, daar begon het eigenlijk al een beetje. Dus de val van Lehman in 2008, maar 2007 borrelde het al. Eigenlijk een beetje hetzelfde soort scenario wat we in 2022 gezien hebben. Als je dat zeg maar doortrekt, dan is het vrij logisch dat pas in 2011 de bankencrisis, de kredietcrisis, heel erg duidelijk zichtbaar werd. En dat er dus ook echt banken omvielen. Denk aan de eurocrisis, dat pas in 2011, 12, 13 zelfs nog pas doorliep. Cyprus, Griekenland. Dat kwam pas wat later. En dat is heel logisch, want er zit een keten achter van hier tot Tokio. Eigenlijk hetzelfde waar we het vaak over hebben als we kijken naar de Nederlandse Centrale Bank. De vertraging van het transmissiemechanisme in deze. Ja, en dan zijn er ook partijen die wel de voeten op de rem of van het gaspedaal of de broekriem harder aan durven te trekken. Of die in ieder geval nu een duit in het zakje durven te doen en te zeggen, nou, misschien gaan wij op de lange termijn toch wel onze werknemers laten gaan. Onder andere het techbedrijf TikTok, die waarschuwt haar remote werknemers, zoals ze dat zo mooi noemen, over het feit dat zij mogelijk een risico hebben om hun baan te verliezen. Dus het is wel netjes dat ze dat vooraf aangeven, maar dit zegt dus voldoende over dat TikTok hier wel degelijk over nadenkt. Nu is het feit dat deze werknemers remote zijn wel zeer interessant, want in mijn optiek, als ik kijk bijvoorbeeld naar onze bedrijven en de mensen waar wij mee werken, team, werkt remote werken ontzettend goed. Ik vind namelijk zelf dat je nooit 8 uur per dag aanstaat en je kan een kantoorbaan hebben en mensen in een kantoor stoppen en ze eisen om van 8 tot of van 9 tot 5 productief te zijn, maar heel veel mensen zijn dat helemaal niet. Ik heb ook altijd gewerkt op uren dat het mij uitkwam. Het is nu bijvoorbeeld 7 uur 's avonds en zo kan dat voor sommige mensen heel erg goed werken en kunnen die dus ontzettend productief zijn. Ik weet dat mijn editor dit nu aan het kijken is. Die werkt graag in de nacht. Als ik klaar ben met filmen, dan stuur ik de boel op naar hem. En hij begint rond 1 uur of 12 en is rond 1 uur of 6 uur 's ochtends klaar. En vervolgens pakken wij de boel in de ochtend weer op. Dus voor een ieder werkt dat op een andere manier. En ik denk dat je als vooral techbedrijf hier heel erg flexibel in kunt zijn. Maar het is wel enigszins de bedoeling dat je er ook wel goed bovenop zit. Dus dat vereist wel enigszins management. Skills in deze. Maar goed, okay, we hadden het niet over ondernemerschap. We hadden het in deze over TikTok. En het feit dat ze dus nu niet zeggen, we gaan ZZP'ers eventjes wegschuiven. Nee, we gaan vooral de remote werkers wegschuiven. En dat terwijl er best wel wat kosten zitten aan het hebben van een kantoor. Je zou het ook totaal anders kunnen zien. Helemaal met het oog op het hebben van een online bedrijf die toch vrij, een social media bedrijf wat toch vrij techy is en wat zeer interessant. Maar goed, genoeg daarover. Er zijn meerdere partijen die nu in de problemen komen, die nu al problemen ondervinden. En dat zijn dan vooral de start-ups die gefinancierd worden met geleend geld. Of die nog niet winstgevend zijn, die hier heel lang over gedaan hebben om überhaupt winstgevend te worden, die opnieuw weer naar de aandeelhouders moesten om een nieuwe zak geld binnen te krijgen. Nou, een van deze bedrijven die nu in de problemen komt is Lightyear. En Lightyear ken je misschien wel. Dat is een bedrijf wat een speciaal soort auto maakt. En misschien heb je die wel eens voorbij zien komen. Het gaat over de zonneauto. En ze zijn hier al behoorlijk lang mee bezig. En ik vind het een heel erg tof project. Maar goed, ik ga niet te diep in op wat ze nou precies doen. Maar de droom van Lightyear, die staat momenteel aan het randje van de afgrond. Na het feit dat de dochteronderneming faillissement aangevraagd heeft. En er staan nu 600 werknemers op straat. En dat is ongelooflijk sneu. En in deze zit er dus een verschil tussen TikTok en deze Nederlandse onderneming. Want TikTok kan op voorhand aankondigen, die kan rustig kijken, die kan rustig structureren, terwijl Lightyear dat in deze niet kan.
er was een faillissement en op basis daarvan moesten ze schakelen. Maar voordat je bij dat faillissement komt, ben je al door heel veel molens heen gegaan. Dat is eventjes belangrijk om in je achterhoofd te houden. En over het door heel veel molens heen gaan, dat geldt ook voor de burger. Afgelopen jaar zagen we dat er veel interesse was in websites waarbij je ondersteund kon worden als je geldzorgen had of misschien zelfs nog wel hebt. Deze website Geldfit, daar heb ik het ook al eens over gehad van de overheid, die is in 2022 ontzettend vaak bezocht. Namelijk 1,2 miljoen mensen die probeerden via deze website grip op hun geldzaken te krijgen. En dat is 3 keer zoveel als in 2021. 3 keer zoveel mensen kwamen dus tegen het bij het feit aan dat ze door een bepaald molentje heen moesten om ervoor te zorgen dat de problemen die bij hun ontstonden toch op enige manier weggenomen konden worden. En het is ontzettend goed om op tijd aan de bel te trekken op het moment dat je tegen problemen aanloopt. Om op tijd te kijken, waar kan ik bezuinigen? Hoe flexibel ben ik? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik, bij wijze van spreken, extra ga werken? Kan van alles zijn. Houd dat altijd in je achterhoofd. Wees flexibel. Kijk naar dingen die je zelf kan doen naast je huidige werk. Maar dat het 1,2 miljoen mensen zijn, dat is heel erg heftig in mijn optiek. En daarnaast zetten ook veel mensen de kachel uit in de winter. En dat is ook best wel een ding. Er zijn een behoorlijke hoeveelheid mensen, gezinnen, namelijk 600.000... die problemen hebben ondervonden vanwege de hoge energiekosten. En uiteindelijk zorgen die hoge energiekosten weer voor het feit dat die mensen hun kachel uitzetten. En dat zorgt er dan weer voor dat er hogere zorgkosten ontstaan. Een arm gezin in een tochtig huis ziet namelijk de zorgkosten met 40% stijgen. En denk aan de medicijnkosten, maar ook aan algehele zorg. En dat drukt uiteindelijk weer op de lasten van de overheid. Dus in deze heb je ook weer een heel, ja, eigenlijk een soort van neerwaartse spiraal. Er is ons inflatie. Daar overheen komt nog een oorlog. Daar overheen komt nog schaarste. En vervolgens zie je dat die prijzen enorm stijgen. Dat mensen hun kachel uitzetten. Dat ze ziek worden. Dat bij de ziekenhuizen terechtkomen. De overheid daarin weer meer moet bijspringen. Dat zij op hun beurt weer meer geld moeten ergens vandaan moeten halen. Of dat nou vanuit staatsobligaties met een hele hoge rente, maar wel weer uitgecreëerd geld vanuit het niets. Dus nog meer inflatie, wat die cyclus weer herhaalt. Nou, dat kan niet. Dus wat gaan ze dan doen? Ze gaan de bon verplaatsen en die leggen ze bij de ondernemers en bij de vermogenden neer. De vraag is ook of dat het probleem oplost in mijn optiek niet. Die ondernemers die zitten al in zwaar weer. Dat hebben we net reeds besproken. Leg je hem bij de vermogenden neer, dan kom je er ook niet helemaal uit. Waar moet je naartoe? Je moet naar die bovenste schakel. En die bovenste schakel, dat is geldcreatie. En dat is waar je in deze van op aan zou moeten kunnen. En daarnaast is er nog een andere belangrijkste schakel, ook bovenin. Dat is namelijk de schaarste. Want als er veel schaarste is, betekent dat nou eenmaal, vul hem zelf maar in, hogere prijzen. Iets waar weinig van is, daarvan is de prijs vaak hoog. Wat krijgen we nou? The Netherlands to shut down Europe's largest gas field. What's going on, zou ik zeggen. Waarom gaat dit dan dicht? Ik zou zeggen, investeer in alles wat los en vast zit, om ervoor te zorgen dat die schaarste verdwijnt. Maar goed, dat gebeurt in deze niet. Ga eens kijken wat je kan doen in Groningen. Er zit daar volgens mij heel veel gas in de grond, die op een hele goede manier eruit gehaald zou kunnen worden. De mensen die daar last van ondervinden, zorgen ervoor dat die in ieder geval een hele goede financiële vergoeding zouden kunnen krijgen. Want volgens mij kan met het gas wat er in Groningen in de grond zit, de hele staatsschuld van Nederland in één keer opgelost worden en blijft er ook nog heel veel geld over, waarmee die mensen in ieder geval een nieuwe plek kunnen vinden elders in het land. Of wat mij apart, geef je ze een paar miljoenen voor te zorgen dat ze in ieder geval weer evenredig hun verlies, zeg maar, kunnen dekken in deze. En dat geld is er dan als je dat zou doen. Plus, de rest van Nederland heeft ook nog eens een voordeel, want
Nederland wordt in één keer een van de rijkste landen van Europa. Misschien zelfs wel van de wereld. En tegelijkertijd behaalt men daar juist voorspoed uit. De belastingen kunnen omlaag. Je kan het zo gek niet verzinnen. Of dat zal alleen maar voor positiviteit zorgen. Als je een zeer welvarend land bent. Maar goed, wordt nu niet bedongen. Ja, en dan komen we aan bij het volgende stuk. Want volgens het Nibud gaat bijna iedereen er volgend jaar op vooruit. En zij geven aan dat de koopkracht gemiddeld genomen van tussen de 0,5 à 8,1 zal gaan stijgen. En een enkele min van 0,2%. En vorig jaar ging de koopkracht natuurlijk 6,8% achteruit. Dus in verhouding ga je er nog steeds op achteruit ten opzichte van 21. Maar je gaat dit jaar weer op vorig jaar vooruit. Maar hier is iets interessants aan de hand. Want je kan je afvragen, het is nog maar januari of begin februari. Hoe kan het in vredesnaam zo zijn dat het Nibud nu al weet wat de koopkracht voor aankomend jaar gaat zijn? Het is belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen koopkracht en tussen inflatie. Inflatie berekent de waardestijging of daling van je geld. En eigenlijk het prijsspel van de producten in de economie. Dus die kijkt naar hoeveel duurder worden de producten en hoeveel armer word jij dan. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En de koopkracht kijkt hier bijvoorbeeld ook nog naar belastingen, gemeentelijke belastingen, loonafdracht. Je kan zo gek niet bedenken of dat hoort er wel bij. Loonbelasting moet ik eigenlijk zeggen. Maar ook bijvoorbeeld eventuele subsidies. Of stel bijvoorbeeld je bijslag, je kinderbijslag, kindertoeslag die je krijgt. Dat soort dingen die worden hierin in meegenomen. En op basis daarvan wordt er een berekening gemaakt of je er nou op vooruit of achteruit gaat. Maar heel eerlijk, dat kun je eigenlijk nog helemaal niet weten, want we weten helemaal niet wat de inflatie is. Dus hoe komt men nou op deze cijfers uit? Men is uitgegaan van een inflatiecijfer van 3,5%. En op basis daarvan heeft men dit begroot. Dus dit is zeer interessant om nu al te lezen. Maar ik heb er, om heel eerlijk te zijn, een beetje mijn twijfels bij. Want de vraag is natuurlijk, op basis waarvan ga je erop vooruit? Als je bijvoorbeeld kijkt naar alleen je salaris, wat je dan maandelijks overhoudt, zou je kunnen zeggen, nou, dat zou toch kunnen. Maar als je kijkt naar je vermogen, en de meeste mensen die in Nederland vermogen hebben, hebben dat in hun huis zitten, kan dat wel eens helemaal de andere kant op gaan. The German housing prices drop for the first time ever in more than a decade. In Duitsland daalden de huizenprijzen in december met 0,8%. En daar blijft het niet bij, want ook de helft van de huizen in Groot-Brittannië die zijn eind 2022 fors gedaald. Het gaat om 16 miljoen huizen. Dus dat is niet niks. En dat heeft volgens Bloomberg alles te maken met de duurdere kosten voor een hypotheek en de duurdere kosten voor het wonen in een huis. Dus de cost of living. En dan gaat het natuurlijk over energierekening, maar ook over het stijgen van de prijzen van eten en drinken. De gemeentelijke belastingen en dergelijke, want ook die zijn fors toegenomen. Ja, en die prijzen die zullen nog wel even blijven stijgen, want in 2023 zal de grootste stijging voor de huizenbelasting in jaren gaan plaatsvinden. En dit is natuurlijk heel erg belangrijk voor zowel de huizenbezitters, de woningbezitters, als de beleggers, dus de pandjesbazen in deze. Over de pandjesbazen ga ik het zo hebben, want ik heb daar afgelopen week een tweet over geplaatst en ik merkte dat daar heel erg veel onduidelijkheid lag en ik voelde behoefte om daar nog wat meer over te vertellen. Maar eerst nog even ingezoomd op die kosten. Waar komen die kosten nou precies vandaan? Je ziet hier de onroerende zakenbelasting, de OZB. En er wordt dus geschat dat gemeenten 5,1 miljard aan OZB zullen gaan innen. En dat is een stijging van 7,4% ten opzichte van 2022, toen de OZB ook al steeg. En die hogere stijging heeft te maken met de stijging in WOZ-waarde. Dus de panden die meer waarde hebben gekregen. En die WOZ-waarde die wordt bepaald op basis van vorig jaar in januari. En toen waren de prijzen nog vrij hoog, ondanks dat de prijzen van het vastgoed dus nu al gestegen zijn. We gaan het zo verder hebben over de verwachting voor de huizenprijzen. We zien hier woningen en niet-woningen in deze grafiek. We zien hier wat er al gerealiseerd is op basis van de onroerende zakenbelasting en overige heffingen en belastingen. En we zien hier, het gaat dan over miljarden overigens, we zien hier terug
wat de niet-woningen zijn en wat de woningen zijn in verhouding met de totalen. Dus dat is interessant. Maar wat interessanter is, is natuurlijk wat de huizenprijzen de komende tijd gaan doen. Want zoals ik net al zei, ik had wat getwitterd over beleggers. Daar zal ik zo dieper op ingaan. Maar wellicht ben je geen belegger, maar wel een huizenbezitter. En denk je, ik vind het wel interessant om hier wat meer over te weten. Doe dan even je duimpje omhoog als je dat nou nog niet gedaan hebt. Abonneer je even op dit kanaal, zodat je tijdens het nieuwe format ook de video's zal gaan ontvangen. Want ik zag afgelopen week bij Bloomberg het volgende voorbij komen. Europe is bracing for a sharp, abrupt real estate reversal. Dus er gaat een scherpe, abrupte reversal, dus een verandering in de huizenmarkt zichtbaar zijn. Althans, dat is wat deze partijen, de mensen die hier geïnterviewd werden, verwachten. En dit heeft te maken met het feit dat er sterkere, zwaardere leningconditions zijn, dat er minder geleend wordt en dat we tegelijkertijd zien dat de rente vele malen hoger ligt dan een bepaalde periode geleden. En hier wordt iets zeer interessants gezegd. Europe is bracing for a sharp, abrupt real estate reversal. Dus, wat wordt er hier gesteld? Europa maakt zich op, of eigenlijk houdt zich vast, omdat er een zeer abrupte en zeer scherpe verandering in de trend zichtbaar kan zijn als het gaat over de huizenmarkt. En dit is interessant, want de de mogelijkheid tot lenen, die wordt natuurlijk verminderd, want de bank is steeds strenger. Tegelijkertijd is de rente steeds hoger, de leenruimte is steeds lager. Er zijn veel nieuwe regels op de markt, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa. En die maken dat dit een behoorlijke, heftige neerwaartse beweging kan zijn. En wat wordt hier nou over gesteld? Skarden Baker, een partner bij private equity firm Apollo Global Management, zegt hierover het volgende. Europe is going through the great unwind of 10 years of easy money. Dus Europa, die staat nu aan de vooravond van een paradigm shift. Een shift in die 10 jaar lange goedkope optie tot geld. Easy money, eigenlijk zelfs bijna gratis geld. Want de buurman en iedereen zijn moeder, die kon ineens een tweede huis kopen, omdat de waarde van het vastgoed was toegenomen en omdat de rente heel erg laag was. Dus die kocht een tweede huis, of een derde, of een vierde. En dat had natuurlijk tot gevolg dat de huizenprijzen enorm stegen. En hier wordt gesteld, the amount of distress and dislocation is off the spectrum. Dus wat we nu gaan zien, is iets wat we wellicht, mogelijk, nog nooit gezien hebben. Hij stelt hier loans, dus leningen, obligaties en schulden, de totale schuld, betreft meer dan 2,1 biljoen aan euro's. En dat is de grootte van de totale economie van Italië. En dat is wat er op dit moment secured staat tegenover commercial property or extended to landlords in Europe and the UK, volgens de European Banking Authority. Dus de European Banking Authority die heeft een survey gehouden en op basis daarvan heeft Bloomberg gekeken naar de data en is er gesteld, er is nu gewoon een hoeveelheid schuld die zo groot is als de totale economie, als we kijken naar de commerciële propertymarkt en de huizenbezitters, de landlords in Europa en het Verenigd Koninkrijk. En, belangrijker, 20% daarvan, 390 miljard, billion in het Engels, will mature this year, zal dit jaar gaan aflopen. En het feit is dat de rente nu veel hoger is. Dus als dat herfinancierd moet worden, misschien zelfs wel tegen een lagere waarde, dan kan dat voor een bijzondere neerwaartse druk zorgen. Tegelijkertijd hebben we te maken met nieuwe regels, regulations, om een eventuele nieuwe crisis tegen te kunnen gaan. Hier wordt gezegd, the looming crunch marks the first real test of regulations designed after the global financial crisis to contain real estate lending risk.
Those rules could end up making a correction steep, but more abrupt. Dus het kan in één keer gaan en vrij diep zijn. I think the revaluation will happen more quickly than in the past. Dus het kan vrij rap gaan. We hebben dus in 2008 gezien dat die periode van daling van nou pak een beet 2008 tot pak een beet dieptepunt 2013, dus zeg maar 5 jaar geduurd heeft. En dat zou dus nu volgens deze analist op basis van de data die we hier zien, op basis van de regels, zou korter kunnen gaan duren. We hebben nu al eigenlijk een daling in Nederland in ieder geval al van 3 maanden gezien. Dus wie weet hoe het er over een jaar bij hangt of bij staat. We weten natuurlijk ook dat de rente de komende periode gewoon nog verhoogd zal gaan worden. In ieder geval tot en met of tot aan juli om en nabij. En vanuit daar is het rustig aan afwachten. Maar de prijsdaling zal dus wel vrij abrupt en ook heftig zijn. En in mijn optiek dus ook vrij diep. Als we kijken op basis van de historische data, maar ook op basis van de toekomstige data. En wat ook belangrijk is om hier mee te nemen, is dat de rente nog nooit eerder zo snel verhoogd is. En dat heeft natuurlijk een soort van boom-bust effect. En helemaal in een economie als Nederland, waarbij je 100% kan financieren. Waarbij je nu al ziet dat de markt een beetje... Oh, dat heb ik trouwens net niet gezegd. Ik wilde een voorbeeld geven van... Waarin je, als er geen markt is, dus niet kan handelen. En dat was het voorbeeld waarin we keken naar de beursgenoteerde bedrijven waar constant handel is en de private bedrijven waar dus niet iedere keer handelstransacties plaatsvinden, enkel en alleen bij verkoop van een bedrijf. En dat wordt gebaseerd op, een beetje subjectievere manier van berekenen. Maar als je dus kijkt naar de huizenmarkt, dan kan het dus zijn dat ook daar de markt best wel doodslaat. Je kan je misschien nog herinneren in 2000... 2012, 2011, dat er open huizendag was. En dat je moet eigenlijk eens voor de geine huizenmarkt Zeepel, heeft hier wel video's van op het YouTube-kanaal staan. Waarin je dan dus open huizendag ziet destijds. En dat is dan een item van RTL Nieuws. En zij geeft dan een rondleiding in een huis. En dan vraagt die verslaggever, hoe lang staat dit huis al leeg? En dan zegt die mevrouw, of hoe lang wacht u al op kijkers? Dus zegt die mevrouw, ja, ik heb al 4 maanden geen kijkers gehad. En hoeveel zijn er vandaag geweest? Ja, geen. Op open huizendag. Dus dat kan. En dan is het ook heel lastig om... De juiste prijs in de markt te bepalen. Maar wat we dus nu wel terugzien, is de sterkste prijsdaling van bestaande koopwoningen in 10 jaar tijd. En dan denk je, oké, zal dat dan 10% zijn of iets dergelijks? Nee, het gaat over een maand-op-maand stijging van 2,3%. Dat lijkt mee te vallen, maar dit is de sterkste daling in 10 jaar tijd. Dus dat is echt niet niks. En we hadden het net even over die debt, die schulden. Dat is wereldwijd nog groter dan dat je zou verwachten. The global property market faces a 175 billion debt spiral. The slump in the world's biggest asset class has spread from housing market to commercial real estate, threatening to unleash waves of credit turmoil across the economy. Dus ook hier in Bloomberg wordt er gewaarschuwd voor eventuele grotere problemen dan dat men nu mogelijk zou verwachten. En tegelijkertijd vrezen huurders in Nederland voor een zeer laag of negatief rendement. Vorige week hebben we het besproken wat het rendement is op de sociale huur. Nou, eigenlijk niks meer. En dat is wel vrij sneu voor de mensen die hun hele leven gewerkt hebben. Bijvoorbeeld in de horeca, vervolgens een horecazaak verkopen. Graag iets willen gaan verhuren om daarvan met pensioen te kunnen. Op basis van 3 panden, €1500 in de maand netto overhouden. En nu door de plannen van de jongen dat niet meer hebben. Ja, dat is naar. Bij 100.000 woningen in de vrije sector gaat er gemiddeld €190 per maand af. En dat is gemiddeld genomen. Er zijn rekenvoorbeelden waarbij zelfs verhuurders een negatief rendement overhouden. En dit heeft natuurlijk te maken met nieuwe regelgeving. En afgelopen week twitterde ik daarover dat je een verkoopgolf ziet onder dus die woningen in de vrije sector. Eigenlijk veel huizen die nu in de verkoop aangeboden worden. En eigenlijk was de algemene tendens onder mijn tweet, ja, dat is eigenlijk best wel positief, want dan kan ik lekker goedkoop kopen. Maar er zijn heel veel mensen die door de stijgende rente nu in een positie gedrukt zijn dat ze gewoon even niet kunnen kopen. En wat het plan had moeten zijn van de heer De Jonge is meer woningen in de verhuursector. Want
ik weet niet of je het gezien hebt de afgelopen periode, maar die verhuurprijzen, die reizen de pan uit. Ik had Housing Anywhere erop afgelopen, ik denk 2 video's geleden. Het waren de mensen die zeiden, ja, Madelon, Housing Anywhere is een expertplatform, dus dat is veel duurder. Maar kijk eventjes naar Prarius. Scheelt niet veel met Housing Anywhere, kan ik je vertellen. En dat is nog een relatief normale partij. Ik heb toevallig ook even op Funda gekeken, waar je ook huurwoningen kan terugzien. Nou, als je in Amsterdam een 2-kamerappartement zoekt, het is hartstikke duur, laat ik het zo even stellen. De prijzen per vierkante meter zijn gewoon ontzettend hoog. En dat heeft alles te maken met het feit dat het anders niet meer uit kan voor die verhuurders. En die rente is al heel erg hoog. Het maakt het niet makkelijker voor huurders om een woning te vinden als die woningen allemaal in de verhuur aangeboden worden. Dus gaan die huurprijzen nog verder omhoog. Eerst moeten die huizenprijzen omlaag komen. Die woningprijzen moeten lager worden, zodat er voor steeds meer grotere groep, voor steeds grotere groep in Nederland, mogelijkheid is om een woning te kunnen kopen. En dat is op dit moment niet zo. Dus die zijn aangewezen op de huurmarkt. Maar die wordt steeds krapper. En dat is iets waar je niet blij mee zou moeten zijn. Ja, de prijzen van appartementen die dalen dan ook snel sinds de piek van de vorige zomer. We zien hier een grafiek waarbij je de woningen ziet die van eigenaar verwisseld zijn. En de prijsindex die daar staat per type woning. En waar eerst appartementen nog zeer interessant waren. En in verhouding ook een vrij hoge prijs hadden, zie je nu dat er een forse daling zichtbaar is. En gemiddeld genomen, afgelopen half jaar zijn de appartementen 4% gedaald. En dat had dus onder andere alles te maken met het feit dat de rente enorm steeg, dat het voor verhuurders minder interessant was om die woningen aan te schaffen en aan te houden. Er waren ook mensen die zeiden, ja, Madelon, hoe kunnen die verhuurders nou zo makkelijk die huizen verkopen? Want ja, dat kan toch helemaal niet. Van de een op de andere dag zitten toch huurders in. Ja, dat klopt inderdaad. Er zitten huurders in. Maar er zijn wel tal van mogelijkheden voor verhuurders om daar enigszins in mee te bewegen. Bijvoorbeeld als ze zelf de woning nodig hebben voor eigen woning of gebruik. Daarnaast kan het zijn dat die woning überhaupt al in de verkoop stond. Of dat het contract een tijdelijk contract was. Het kan van alles zijn. En we wisten natuurlijk al lange tijd dat deze plannen eraan zaten te komen. Eigenlijk al vorig jaar dat hierover gesproken werd. Dus dit gebeurt niet van de een op de andere dag. En daarnaast hebben we ook nog door die rare nieuwe regels dat er minder nieuwbouw is en tegelijkertijd een hogere rente. En dat zorgt voor een heel vreemd samenspel op de huizenmarkt op dit moment. En nieuwbouw is in Nederland een hele belangrijke factor als het gaat over de economie. Wanneer de bouw stil komt te liggen, zorgt dat voor minder werkgelegenheid, zorgt dat voor minder omzet. Dus dat is best een dingetje, laat ik het zo even stellen. En de wooncrisis, waar nu al over gesproken wordt, die groeit. Dus we hebben er nog een crisis bij. We kunnen hem afvinken op de bonuskaart. We zouden eigenlijk een keer een soort kaart moeten maken met allemaal vinkjes van crisissen die we de afgelopen 2-3 jaar gehad hebben, want het zijn er inmiddels zoveel. De nieuwbouw die daalt naar verwachting aankomend jaar nog met 10%. En dan bedoel ik dit jaar natuurlijk 2023. En de huizenprijzen zullen ook met nog eens 10% omlaag gaan. En dit is wel heel bijzonder, want dit stuk dat werd gepubliceerd naar aanleiding van een onderzoek van de ABN AMRO Bank. En de hoofdeconomisch bij de ABN AMRO Bank, die gaf al eerder aan dat er een daling verwacht werd van eerst was het volgens mij 3% en nu dus 6% en vervolgens nog 4%. 6% in 2023 en 4% in 2024. Ik vind dat wel een beetje, ja, hoe zal ik het noemen, conservatief? Beetje weinig, om heel eerlijk te zijn. Als je weet dat de prijs van de appartementen alleen al 4% zijn gedaald in een half jaar tijd. En dat was nog helemaal aan het begin, toen er nog totaal geen paniek was. Of nog niet duidelijk was wat er nou zou gaan gebeuren. En nu pas komt het naar buiten. Nu pas wordt er gesproken over een daling. Het is natuurlijk ook een beetje self-fulfilling prophecy. Als je dan uitgaat van 6% op jaarbasis, dan wel 4% op een half jaar al gezien hebben aan het begin. En ook nog met in het achterhoofd dat die analist van Bloomberg dus, of die analist in het artikel van Bloomberg dus zei, we gaan een steep en sharp neerwaartse beweging zien. Dat we weten dat heel Europa eigenlijk nog maar aan de vooravond staat. Dat we weten dat al die schulden nog af. Ik vind dit echt een voorspelling. Nou goed, laat me weten wat jij ervan vindt. Vergeet ook niet om op die duim te klikken als je het eens bent met me. Ik ben ook benieuwd naar je mening hierover. Maar om heel eerlijk te zijn, denk ik dat 10% echt verre
te verwachten. Mijn verwachting zou zijn dat we een hele veel grotere daling gaan zien dan enkel en alleen 10% in de komende 2 jaar. Het heeft wel enigszins nog te maken natuurlijk met wat de Europese Centrale Bank doet. Hoe Klaas Knot zijn inmenging in deze is. Want stel nou, kan het je bijna niet voorstellen, maar stel nou dat er wordt gesproken over het feit dat er toch ineens weer een neerwaartse rente gaat zijn. We hebben dat natuurlijk gezien met Paul Volcker, die dat iets te snel deed in de jaren 70-80. En dat resulteerde in dat de inflatie weer fors omhoog liep. En vervolgens moest de rente weer fors omhoog. En toen liep de inflatie weer naar beneden. En toen ging de rente weer naar beneden. En toen ging de inflatie weer omhoog. En nou ja, zo ging het de hele tijd. Het was een beetje een spel in 3 waves. En dat wil je natuurlijk ten alle tijde voorkomen. En we zien dat de markt tot op heden nog steeds niet gelooft wat de Federal Reserve of de Europese Centrale Bank verwacht. Maar dit speelt wel degelijk een rol. Dus in juli gaan we gewoon opnieuw kijken. En de verwachting is gewoon, of mijn verwachting is, dat de huizenprijzen nog aanzienlijk zullen gaan dalen tot aan juli. Neem in ieder geval minstens 4%, misschien zelfs wel 6%, misschien zelfs wel 10%. Die 4% van de afgelopen jaar, die daling die we gezien hebben, die komt daar makkelijk bij op. En ik verwacht dat dat vele malen hoger zal zijn dan dat we nu zien. Maar onthoud wel, niemand kan de huizenmarkt voorspellen. Dit is gebaseerd op basis van de stijgende rente en de snelheid waarmee die rente stijgt. En dat we weten dat die rente in ieder geval nog tot en met juli zal gaan stijgen. Dus op basis van daarvan kun je een logische redenatie uitvoeren. Ja, aankomende periode staat er natuurlijk weer een rentebespreking op de planning voor zowel de Bank of England, de Federal Reserve en de European Central Bank, dus de Europese Centrale Bank. It won't take much for the ECB to cross rate cuts bets next week. Er wordt dus nu al behoorlijk gespeculeerd over wat Christine Lagarde nou precies gaat doen. En de markt is het niet helemaal met haar eens. Nou, wat Lagarde dus gaat doen is dat er in ieder geval 50% rate hike moet zijn. Dat is ook iets wat we verwachten de komende tijd. De markten die zien het net even iets anders, maar dat is wel in ieder geval in mijn lijn der verwachting. En we gaan de komende periode die rate hikes nog gewoon zien. Dus dat zal een negatief effect hebben op de huizenmarkt, maar op andere markten ook weer een positief effect. Want we hebben onder andere te maken met het feit dat sparen weer meer gaat opleveren. Want de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank hebben natuurlijk invloed op dat wat we noemen de kapitaalmarktrente. En op basis van de kapitaalmarktrente wordt ook de spaarrente bepaald. En we zien dat de Rabobank in februari de rente naar 0,5% zal gaan pushen. Dan hebben we het over 16 februari. Andere grootbanken, waaronder de ABN AMRO Bank, de Volksbank, die zullen binnen enkele weken waarschijnlijk ook volgen, want dit is iets wat elkaar opvolgt. Ze wachten gewoon totdat de eerste bank daar is die de eerste stap zet. En banken concurreren nou eenmaal met elkaar, dus die zullen dit sneller doen. Ze mogen dit overigens ook helemaal niet met elkaar bespreken wat ze gaan doen met de rente. Maar als de ene doet, dan doet vervolgens de volgende het ook. En natuurlijk wachten ze hier liefst zo lang mogelijk mee, want hoe minder rente ze geven, hoe voordeliger het is natuurlijk, hoe hoger de winst, hoe meer het hen oplevert. Maar in deze willen ze dus graag weer geld van particulieren hebben. Maar we spreken natuurlijk ook over zoiets als, dat wat we zo mooi kunnen noemen, de reële rente. En de reële rente ligt natuurlijk nog gewoon onder nul als we een inflatiecijfer van volgens Nibud 3,5% hebben. Dan zou je er nog steeds 3% op achteruit gaan op basis van de inflatie. Dus er moet dan nog wel ergens 3% vandaan komen uit bijvoorbeeld beleggingen of iets dergelijks, wat dat dan recht zou moeten trekken. Eigenlijk zelfs 3,5% als je dat geld niet op de bank zou zetten. Dus onthoud dat dit er heel rooskleurig uitziet, maar dat je van sparen op dit moment niet rijk wordt. Er zijn overigens wel tijden geweest waarin je goed kon leven van rentenieren. Het is zelfs gewoon een woord, ik kan het me niet voorstellen. Ik weet nog uit de tijd dat waar mijn ouders uitkomen, dat de rente heel hoog stond en dat het heel erg rendeerde om bijvoorbeeld je rente lange tijd vast te zetten bij de bank. Dus dan stalde je geld daar, zette je vast. Heel spannend. En dan kreeg je een vast procent rente uitbetaald. Maar
De rente op lenen was ook heel hoog. Denk aan 10 à 15%. En dat kun je je nu ook eigenlijk niet voorstellen. Maar goed, zeer interessant wat daar dus zich afspeelt. Ik wil trouwens nog ook even iets anders leuks meedelen. We bespreken namelijk altijd het nieuws. Maar wat ik vrij weinig bespreek zijn onze projecten waar wij natuurlijk aan de achterkant veel mee bezig zijn. En één daarvan is Money Talks. Want Money Talks bestaat 2 jaar. En dat is ongelooflijk tof. Binnen Money Talks hebben we een ontzettend mooie community opgebouwd met heel veel leergierige investeerders en beleggers. En samen hebben we het over de onderwerpen die we hier bespreken. Samen met de experts natuurlijk ook. En het is ontzettend leuk om dit te mogen doen. En inmiddels alweer 2 jaar. Dus daar mag wel even voor geapplaudisseerd worden, denk ik zo. En wat ik ook graag even met je wil meedelen is dat we tot en met, volgens mij is het vrijdag, in ieder geval een speciale actie klaar hebben staan, dat je Money Talks 14 dagen voor 1 euro kan aanschaffen. En dan kun je meedraaien met de boardroom call. De boardroom call is de call waarin ik samen met de experts binnen de community tal van verschillende onderwerpen bespreek over onder andere edelmetalen, over de huismarkt, over de beurs, over de cryptomarkt, over technische analyse, soms ook on-chain data die we erbij pakken. Dus dat is uiterst interessant, omdat alles daarin samenkomt en het ook nog wel eens elkaar tegen kan spreken. En ik zit natuurlijk dit hele gesprek voor, moet ik eigenlijk zeggen. En mensen reageren altijd heel erg enthousiast op de boardroom call. Dus mocht je dat leuk vinden, dan is er dus een mogelijkheid om voor 1 euro 14 dagen lid te worden. Vergeet niet, dat daarna het abonnement doorloopt. Dus wil je dat niet, zet hem dan gewoon weer uit als je niet tevreden bent. Dat is wel even belangrijk om te weten. Hieronder heb ik een linkje neergezet, mocht je dus de boardroom call willen bijwonen. Ik raad je dat van harte aan, omdat het in mijn optiek super waardevol is. En zelfs ik leer iedere keer wat bij. Dus dat zegt genoeg. We gaan het ook even hebben over de assets die nu alweer in recovery zijn. Want we zien dat er bepaalde markten zijn die weer aantrekken. En dat zijn voornamelijk de inflation assets. En op Zero Hedge werd gepubliceerd dat dat niet normaal is. Dus het feit dat we zien dat bitcoin, goud, land, dus grond, dat nu aan een opmars is begonnen. Dat zegt het een en ander over het feit dat men mogelijk nog wel zich zorgen zou kunnen maken over de inflatie. En toen de inflatie juist opliep, zagen we helemaal niet dat dit in trek was. Dus het is zeer interessant. Zero Hedge zegt ook, that's not normal. En sowieso zou het niet normaal moeten zijn dat er weer een opwaartse beweging is in die inflatie hedges als zijnde een recovery. Want eigenlijk zit iedereen zijn geld vast op plekken waarvan je denkt, nou, als het dan toch misgaat, zit ik in ieder geval safe. Dus dit zegt wel wat over wat voor recovery we dan nu zien. Ja, en wat ik ook nog even iets met je wil bespreken is dat Klaas Knot de afgelopen periode veel zichtbaar is. Het valt mij heel erg op dat Klaas Knot veel wordt gepusht, onder andere bij de Europese Centrale Bank. Hij is natuurlijk president van de Nederlandse Centrale Bank. En hij is ook voorzitter volgens mij, of hij doet in ieder geval een belangrijke functie, een belangrijke rol heeft hij binnen de Financial Stability Board, de FSB, niet SBF, maar FSB. En de Financial Stability Board die kijkt onder andere naar de financiële stabiliteit en de mogelijke structurele verschuivingen die daar zichtbaar zijn en de risico's daaromtrent. En hij ziet 3 belangrijke risico's die hij uitlichtte in een persconferentie in Frankfurt, of een conferentie in Frankfurt moet ik zeggen. En hier heeft hij het over de NBFI's, over crypto en over klimaatverandering. Dat zijn de 3 belangrijke factoren in deze. En als we kijken naar de NBFI, dan zijn dat de non-bank financial institutions. We hebben de MFI, dus de Monetary Financial Institutions. Die mogen bijvoorbeeld privaat geld maken. Denk aan een commerciële bank, bijvoorbeeld Rabobank of ABN AMRO Bank. Maar de non-financial institutions, die mogen dat niet. Die hebben daar geen goedkeuring voor. Maar daar ligt een eventueel risico. Er ligt dus een risico bij crypto en er ligt een risico bij klimaatverandering. Dan denk je, what's new? Wat is hier belangrijk om te weten? Nou, over de cryptomarkt heeft hij het over dat er een regulering komt voor natuurlijk de stablecoins. Want dat zou dus een mogelijk risico kunnen zijn voor de stabiliteit van de rest van alle
niet digitale euro's en dollars en Chinese guans, hoe je het ook maar mag noemen. Maar voor de rest vond ik niet heel veel nieuws in zitten. Maar als we het toch hebben over Klaas Knot, die behoorlijk zich krachtig uitsprak over de aankomende renteverhoging van 0,5%, is de verwachting dat dat zal gaan gebeuren. En we zien dat de waarde van de euro weer begint op te lopen, of eigenlijk de prijs van de euro nog verder begint op te lopen. Die zien we hier terug. Vanaf september eigenlijk alweer, nadat hij enigszins onder nul was geweest, richting pariteit en nu weer opwaarts aan het gaan is. En dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe krachtig die centrale bank ingrijpt op dit moment. En eerst liep men natuurlijk achter de feiten aan. Ja, en daarnaast was er dit nieuws. En dit is volgens mij behoorlijk onderbelicht gebleven. Het gaat over het feit dat Brazilië en Argentinië bezig zijn met de voorbereidingen voor een gezamenlijke munt. En dan denk je nu misschien, ja nou, Brazilië en Argentinië zijn nou niet de sterkste economieën van de wereld. Nee, dat klopt. Maar Brazilië en Argentinië zijn wel ontzettend groot. Brazilië is zeg maar, ik weet niet, ik moet het in spiegelbeeld doen, is dit gedeelte van Amerika, Zuid-Amerika. En dan hebben we Argentinië die aan de andere kant van Zuid-Amerika zit. En dit samen is een heel groot deel van de wereld. Ik hoop dat je dat beseft. Want als Argentinië en Brazilië samen een muntunie starten, dan zullen ze ook andere Latijns-Amerikaanse landen uitnodigen. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat dit de één na grootste muntunie van de wereld wordt. Dus laat dit de komende periode goed in je achterhoofd staan. Want ik vind het zeer interessant dat deze economieën die toch het niet zo goed voor elkaar hebben, laat ik dat wel stellen, op zoek zijn naar andere mogelijkheden. En dat daarin dus helemaal niet de toekomst van ons geld is digitaal genoemd wordt. In de zin van de central bank digital currency, maar dat er een andere optie wordt besproken. Er zijn ook mensen fel op tegen. En ik wil je dit meegeven als even een achtergrondinformatie. Ik ga het nu omwille van de tijd niet doorlezen, want ik ben alweer een uur bezig en ik zou hem kort houden vandaag. Omdat ik me dus niet zo fit voel. Maar ik merk wel dat ik lekker in mijn flow zit. Dus dat is heel fijn. En misschien is dat ook wel even wat ik nodig had. Goed, ik wil je graag deze mee laten geven om dit nieuwtje even meegeven om te lezen. Het gaat over het feit dat deze twitteraar zegt dat Brazilië de nieuwe Argentinië wordt en Argentinië de nieuwe Venezuela en Venezuela de nieuwe Zimbabwe. Hij is dus helemaal niet te spreken over het samengaan van deze eventuele muntunies. En dat zegt in mijn optiek wel het een en ander. Daarnaast werd er ook door het Mises Instituut een belangrijk artikel gepubliceerd, die ik je ook mee wil geven als leesvoer. Die gaat over centrale banken en goud. En het feit dat centrale banken goud aanhouden. En volgens het Mises Instituut, natuurlijk de aanhangers van de Oostenrijkse visie op de economie, de Oostenrijkse school von Mises, daar stamt die naam ook vanaf, wordt er dit gesteld. De enige reden waarom centrale banken goud bezitten is om hun balansen te beschermen tegen hun eigen monetaire destructieve programma's. Ze hebben geen andere keuze dan dat te doen. En mocht je benieuwd zijn, het artikel staat hier in de Mises Wire. Je kan hem hier terugvinden. Central banks turn to gold as losses mount. Dus check die ook vooral even. Daarnaast was er nog ander nieuws, exclusief nieuws van Asia Markets. Swift die maakt het niet meer mogelijk voor sommige crypto exchanges om nog gebruik te maken van het netwerk. En ik vind dat wel een beetje een ding. Het gaat onder andere over Binance in deze, waarbij het voor Amerikanen dus in sommige gevallen niet meer mogelijk is om dollars te storten of dollars terug te halen. Dus dat maakt ja, toch wel een beetje vervelende nasmaak. Ja, het is wel zeer interessant dat dit gebeurt voor een Binance. Binance die moet door allerlei hoepels springen om natuurlijk te voldoen aan de juiste toezichtskaders, wet en regelgeving in Amerika. Ik had zelf het idee dat Coinbase dat wat beter voor elkaar had. Kijken we naar de Nederlandse situatie, dan is dat precies omgekeerd. Want Binance die heeft een registratie bij de Nederlandse bank. Maar Coinbase heeft dat niet. En dat heeft geresulteerd in een boete van 3,3 miljoen... die de Nederlandse bank Coinbase oplegt. Nu is 3,3 miljoen euro in verhouding natuurlijk
helemaal geen snars met als je kijkt naar wat daar binnenkomt. Maar goed, wellicht dat ze op basis hiervan denken, nou, dit gaan we toch aanvragen, die registratie. Maar ik kan me zo indenken dat zij gewoon een afweging hebben gemaakt. Hoe groot is onze klantenportefeuille in Nederland? Wat is de eventuele boete die we kunnen verwachten? En wat levert onze Nederlandse portefeuille ons op? Gaan we dat risico dan aan? Nou, ze zijn dat risico aangegaan. Ja, en Binance en Coinbase zijn niet de enige partijen waar het onrustig was afgelopen week. Of misschien zelfs weken. Ook de Nederlandse crypto-exchange Bitfavo ligt al enige tijd onder vuur. Of althans, er zijn al enige tijd wat zorgen. Omdat Bitfavo in deze gelden heeft gestald bij een derde partij. En die derde partij die heeft problemen met het terugbetalen. Of althans, dat stelt zij zelf. Ik wil daar even korte toelichting op geven. Ik heb dat al een aantal keer aangegeven. Ook in de Monetarische Community heb ik daar afgelopen week weer het een en ander over geschreven. In deze is het zo dat er een derde partij is. Lees of luister. Sam Bankman-Fried, FTX, die er echt een zootje van gemaakt heeft. Eigenlijk gewoon een soort scam neergezet heeft. Vervolgens rolde dat door in problemen bij andere partijen, waaronder Genesis en het moederbedrijf daarvan, de Digital Currency Group. Nu is het zo dat Bitfavo als exchange de optie aanbiedt, een platform aanbiedt om handelstransacties te kunnen uitvoeren, om aan- en verkoop bij elkaar te kunnen brengen. En op basis daarvan zijn zij een exchange, een handelsplatform. Mensen komen daar dus ook om hun transacties uit te voeren. En in deze hebben zij een extra optie om staken mogelijk te maken. Dus als jij je tegoeden bij Bitfavo laat staan, dan kun je één knopje aanvinken en dan ga je akkoord met de voorwaarden van Bitfavo dat zij jouw cryptomunten verplaatsen naar een derde partij. En op basis daarvan loop jij dus risico en krijg je in ruil daarvoor rendement. Dat is de risico-rendementsverhouding. En een rendement van 10%. Dat is vrij hoog. Helemaal in de huidige periode van toch wel zeer lage rentes. Dus in ruil voor dat risico kreeg je rendement. Maar op het moment dat jij die stakingknop aanzet, dan ga je akkoord met de voorwaarden van Bitfavo. En de voorwaarden van Bitfavo luiden: als die derde partij in de problemen komt, zijn wij niet verantwoordelijk. Wat heeft Bitfavo nou gezegd? Toen bleek dat zij indirect betrokken waren bij het FTX-debakel. Dus het foutief handelen, of eigenlijk zelfs het crimineel handelen van Sam Bankman-Fried als hij schuldig bevonden wordt. Wat dan weer gevolgen had bij een derde partij, waar zij dan weer de staking aan uitbesteden, dat komt nu op het bordje van Bitfavo te liggen in deze. Maar daar is de klant in deze mee akkoord te gaan op het moment dat zij die stakingoptie aanzetten. Vervolgens komt het probleem dat er 280 miljoen zou missen. Dat ligt dus bij die derde partij. Nou, Bitfavo zegt, wij kunnen dat voor financieren. Die tegoeden zijn er. Als de DCG het niet volledig terugbetaalt, dan kunnen wij dat gewoon voorschieten. En dan gaan we door met onze bedrijvigheid en wordt op basis van de winst die wij maken als bedrijf zijnde, wat Bitfavo overigens, kijkend naar de jaarcijfers die ik heb mogen inzien en ook kijkend naar de correspondentie die er geweest is met onder andere het FT. Op basis daarvan kun je concluderen dat er een zeer hoge winstgevendheid is voor een bedrijf als deze. En ook een zeer hoog eigen vermogen wat er in december 2021 nog was. Op basis daarvan werd gesteld, er is voldoende om eventueel risico te dekken. Maar er is ook altijd gesteld, de verwachting is dat Genesis, die partij dus waar die gelden lagen, een deel gewoon terug gaat betalen. En zij hadden op dat moment een onderhandeling met Genesis. En ze zeiden op dat moment ook, wij mogen hier niet te veel over zeggen omwille van de onderhandelingen. Wij kunnen hier niet te veel over zeggen, maar we hebben de papieren, we hebben de ook waarschijnlijk de statements. Dus op basis van de financiële positie konden zij zien, ja of nee, hoe Genesis ervoor stond. En zijn zij op basis van een voorstel van Genesis, die aangaf, we willen 70% terugbetalen, zijn zij niet akkoord gegaan. Dus dat zou zijn dat ze 80 miljoen uit eigen zak zouden moeten betalen. En die aandeelhouders die zeggen gewoon, ja, dat willen wij niet. Ondertussen kloppen tal van andere partijen aan. Denk aan een grote crypto-exchanges. Die kloppen aan bij Bitfavo en die zeggen, hey, willen jullie niet wat aandelen aan ons verkopen? Want we kunnen jullie wel helpen. Dus, wij hebben voldoende financiële middelen om jullie te redden als het ware. Maar ja, welke ondernemer gaat nou zijn bedrijf verkopen op het slechtste moment ever? Dus zij zeggen, wij kunnen dit gewoon zelf dekken en dat gaan we ook proberen te doen. En mocht daar anders nodig zijn, dan zien we dat op dat punt wel. Maar op dit moment is dat niet het geval, want het loopt gewoon
door. Nu heeft Bitfavo afgelopen week een statement gepubliceerd over het feit dat de onderhandelingen verder gevorderd zijn. Er is een verbeterd voorstel neergelegd waar zij zeer content mee zijn. Het gros van de tegoeden komt terug. Dus je kan ervan uitgaan, hè, dat het voorstel wat er eerst geweest is 70 en 30% moesten ze dan zelf doen. Die 30%, dat is waar de discussie nog om draaide. Dat wilden zij niet, want het is toch ook wel heel makkelijk dat jij als bedrijf zegt, ja, ik ga je niet alles terugbetalen. En vervolgens moet jij de documenten overhandigen op basis van chapter 11 aan de tegenpartij. En zegt de tegenpartij, ja, maar je hebt gewoon genoeg geld. Dus er is een onderhandeling geweest op basis van die 30%. Dus in ieder geval komt 70% terug. Dus dat is al een forse big win. En ja, de partijen die hierin aangegeven hebben dat Bitfavo failliet zou zijn op basis van de cijfers, wat natuurlijk de grootste onzin was. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, de communicatie vanuit Bitfavo is niet echt handig geweest. Die is in het begin zeker niet transparant geweest. En je kan daar echt wel wat van vinden. Ik vind ook dat dit zijn echt jonge gasten, jonge ondernemers. En als jonge ondernemer kun je gewoon verkeerde uitspraken doen. Helemaal als je nog niet vaak in de media bent geweest. Ik weet een beetje hoe de media werkt. Je hebt de afgelopen periode zelf gezien wat de media over mij gepubliceerd heeft. Ik weet hoe ik in elkaar zit. Ik ken de CEO van Bitfavo enigszins. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, Madelon, je krijgt gewoon betaald voor de link die voor de kliks die je op de link krijgt. Dat kun je vinden. Maar in deze is het zo dat ik samenwerk met partijen waar ik me goed bij voel. En op het moment dat ik de cijfers had gezien en had gedacht, dit is niet goed, dan had ik dat als allereerste verkondigd. Maar op basis hiervan was er voor mij geen reden tot paniek. En begrijp me niet verkeerd, ieder bedrijf kan failliet gaan. Het grootste risico in mijn optiek zit in deze, bij het feit dat er paniek ontstaat bij de gebruikers, dat de gebruikers de beurs niet meer willen gebruiken. En dan krijg je te maken met het feit dat je dus behoorlijk wat werknemers hebt in dienst, in loondienst, dat je vaste lasten hebt, dat je een kantoorpand hebt en dat mensen zeggen, we vertrouwen jou niet meer als partij, als broker, als exchange en je kosten wel doordraaien. Daar ligt dan dus een eventueel risico, maar dat heeft dan dus niks te maken met het missen van het geld door toedoen van Sam Bankman-Fried, die Bitfavo eigenlijk helemaal niet hoeft te coveren, maar dat toch wel doet omdat ze zich genoodzaakt voelen dat tegen hun klanten te doen, dat voor hun klanten te doen. Dat willen ze dan voorfinancieren. Uiteindelijk komt dat dus weer terug uit de nieuwe winst. Je hoopt dan dus ook dat ze die winst gaan maken. Nou goed, je begrijpt hoe ik hiernaar kijk, helemaal vanuit ondernemersperspectief en hoe de media hierover geschreven heeft de afgelopen periode. En dit is mijn visie op het geheel. En ik vind het belangrijk om dat toch nog eventjes enigszins te delen. En het klopt inderdaad dat ik affiliate links op mijn pagina heb staan. Die staan er nog steeds. Die zijn niet gewijzigd. Er zijn mensen die daarover gepubliceerd hebben dat ik shit gewijzigd zou hebben, dat ik dingen gewijzigd zou hebben, bedoel ik. Dat maakt me heel boos en dat is niet het geval. Ik werk graag samen met partijen waar ik mij goed bij voel en het staat in ieder vrij om deze links te gebruiken, de ja of de nee. Wat ik ook nog even heel duidelijk wil stellen is dat een exchange een handelsplatform is waar vraag en aanbod samenkomen en vervolgens als je een crypto liefhebber bent, zorg je ervoor dat je die hups naar je eigen wallet overzet, zoals het hoort. Je zorgt dat je die op een andere plek opslaat. Want wat was ook alweer de basis van crypto? Van Bitcoin in den beginnen, het kunnen zijn van je eigen bank. Daar heb je geen derde partij voor nodig. En laat zo'n gebeurtenis als deze dan ook een wijze les zijn. Je schaft het aan en vervolgens zet je het over naar je ledger. En het is ook zo gedaan. Of je Trezor of wat het ook mag zijn. Dat mag ook een kluis ergens zijn waar dat ligt. Of bij wijze van spreken mag dat een notaris zijn of een deel van je familie die delen bewaren. Whatever, op wat voor manier je het ook wil doen. Dat kan een NFC-chip zijn ergens. Je kan het zo gek niet verzinnen. Maar een exchange is een handelsplatform en daar dient het ook voor. En niet als opslag. Onthoud dat. Zo, dit is ook de laatste keer dat ik het hierover gehad heb. Althans, dat hoop ik. En zoals ik al zei, begrijp me niet verkeerd. Ieder bedrijf kan failliet gaan. En in mijn optiek ligt het grootste risico in deze, dat mensen hun vertrouwen kwijtraken. Terwijl daar in den beginnen dus helemaal geen aanleiding voor was. Ik hoop in ieder geval dat Bitfavo hier snel uitkomt. En dat er snel positief bericht komt. En dat ze hier helemaal transparant in zullen zijn. Hoeveel
tegoeden er nou terug gaan komen. En ze kunnen natuurlijk ook niet alles naar buiten brengen, omdat die onderhandeling gewoon bezig is, wat we natuurlijk ten zeerste begrijpen. Oké, we gaan even terug naar de grafiek, want we gaan het hebben over Bitcoin natuurlijk. Ik heb hier een prachtige neerwaartse trend getekend, eigenlijk al vanaf november 2021. We zien dat doordat de toppen omlaag gaan, dat de bodems omlaag gaan. En vervolgens zien we een falling wedge, iets wat we noemen een falling wedge. En op basis van die falling wedge kun je de klap- en flapregel toepassen. Nou, je weet ook dat ik dit al weken geleden getekend heb. Op basis hiervan kun je zeggen, nou, er vindt een uitbraak plaats al weken geleden. Ik denk ergens in november dat dat geweest is. En op basis daarvan vindt een uitbraak plaats. Je kan dat trouwens terugzien in de video's als je dat graag wil. Een falling wedge heeft doorgaans een opwaartse beweging tot gevolg. En je kan dan zeggen, nou, we hebben hier 100%, pak daar 75% van. Kom je ongeveer hier uit wat de target point gaat zijn voor de komende periode. Nou, we zijn er nog niet, maar we zijn rustig aan in een mooie trend. Opwaarts aan het bewegen. En hier moet wel ergens weer een rustpunt komen, als ik het zo mag bekijken. Ik kijk ook even naar waar we dit vaker gezien hebben, want de RSI is echt heel erg hoog. We zien dat de RSI hier zelfs zo hoog is dat we dat sinds 2021 eigenlijk niet meer gezien hebben. Daarna zagen we ook dus een kortstondige neerwaartse beweging. Even kijken wanneer de RSI nog meer zo hoog was. Hier misschien ook daar zagen we dan enigszins nog een neerwaartse beweging. En hier hebben we ook ongeveer dezelfde neerwaartse beweging gezien vervolgens, voordat er weer genoeg momentum was voor die opwaartse beweging. Even kijken. Nou, deze waren dan niet zo hoog als deze. Dus het zegt wel het een en ander. Die negatieve divergentie is wat we in de gaten gaan houden de komende tijd. En dat kan met wat horten en stoten gaan voordat die beweging zichtbaar wordt. Maar dat is dus een kortstondige beweging op basis van deze uitbraak van dit patroon. En dan wachten we gewoon rustig af. We zien hier prachtig mooi opwaarts volume. Het volume loopt dus nog niet af. Zodra dat af begint te lopen, dan kunnen we op basis daarvan wellicht stellen dat er een negatieve divergentie aan zit te komen. Negatieve divergentie speelt pas uit als de koers terug het 70-30 kanaal ingaat. En dat zien we op dit moment dus nog niet. Zijn we ook nog niet in de buurt. Hier zou je ook kunnen spreken van enigszins negatieve divergentie al. Maar deze negatieve divergentie is dus heel duidelijk zichtbaar. En ik kan op basis van de geschiedenis nog wel meer voorbeelden. Dit is ook negatieve divergentie. Dan zou hier je verkoopmoment liggen. Hier zou een verkoop kortstondig liggen. Hier zou kortstondige verkoop liggen. En ook hier zou weer kortstondige verkoop liggen als je hem iets op de langere termijn pakt. Hier opnieuw. Nou, zo kun je op basis van negatieve divergentie dus heel veel doen met de Heik en Ashi's. En we wachten dus nu gewoon rustig af hoe de komende periode eruit gaat zien. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet om op die blauwe duim te klikken. Ik ben blij dat ik het volgehouden heb. Het is gelukt. Yay! En ik zie je graag volgende week een stuk fitter weer terug bij een nieuwe aflevering van Madelon Praat. Voor nu bedankt en tot de volgende. Dag!